niet slecht. Het was voor Theo Bos heel eenvoudig om even bij de TVM schaatsers langs te gaan. Ja, wij zitten met de ploeg bovenop de Berninepas. En we zijn hier op hoogtestage. Dus Bernina is 2300 meter. En er is nu een ploeg in Tour de France. En de andere ploeg die ja, richting de Vuelta gaat, die zijn nu op dit moment op hoogtestage. En ja, we zijn hier hard aan het fietsen. Theo Bos debuteert in de Vuelta. Een mooie ronde voor een sprinter. Ja, eerste grote ronde, een hele mooie wedstrijd. Het is wel, zeg men, de makkelijkste van de drie grote rondes. En het is gewoon een mooie wedstrijd om, ja, om ervaring op te doen en om sterker te worden, denk ik. De broer van topschaatser Jan Bos weet hoe het toegaat op een trainingskamp van een schaatsploeg. Ja, hard trainen. Dus je hebt vanochtend op het ijs gestaan, nu schaatsplanken. En dan vanmiddag fietsen, dat is twee keer per dag trainen. En ja, ik weet wat schaatsen ervoor moeten doen. En ja, je hebt daar natuurlijk altijd wel respect voor. En net zelf ook even geschaatsplankt. En ja, dan herinner je weer hoe moeilijk het gaat allemaal. Het gaat allemaal niet zo makkelijk zoals het op tv eruit ziet. Dus ja, het is wel leuk om te zien. Best goed. 3, 4, 5, 6, 7, 8.